Ja, Ab die actie voert, ik zei het net al, Ab Flipsen, dat zijn we inmiddels wel gewend. Maar Jeroen Wolfsen die actie voert, dat is toch echt helemaal compleet nieuw. Jeroen Wolfsen van Moneywise, waarvoor ga je actie voeren? Goedemorgen. Nou, of ik actie moet gaan voeren hangt er gelukkig nog van af. Ik zou het niet schuwen inderdaad. Overigens doe ik het best vaak. Hè? Ik ben nog wel eens regelmatig bij programma's als Tros Radar, Varen Kassa, als er weer eens een keertje wat aan de hand is met een verzekeraar die er een potje van maakt. Ja. Of een bank. Maar in dit geval is er een wetsvoorstel, een concept. En als we niet opletten, dan jassen ze dat er even door in Den Haag. En dat komt dan omdat ze daar ook niet opletten. Waar hebben we het over? De tijdelijke oude dagslijfrente. Je zei net in de aankondiging, ze willen de oude dagslijfrente afschaffen. Dat is niet helemaal waar. Ze willen de tijdelijke oude dagslijfrente. Wat is het verschil dan? Want ik ken wel de fiscale oude dagsreserve, maar niet de tijdelijke. Nee, laten we maar even teruggaan naar normaal Nederlands. Wat er aan de hand is, is het volgende. Als je zelf wil sparen voor je pensioen, dus je hebt geen pensioen bij een werkgever, dan kan je een lijfrente storten. Wat doe je dan? Dan open je een bankspaarrekening of een bankspaarbeleggingsrekening. Vroeger een polis, maar dan moet je maar eens aan afvragen hoe die polissen heten. Hè? Dat zijn boekenpolissen. Dacht ik. Ja. Maar als zelfstandige of als iemand met een slechte pensioenrekening kun je zelf een extra pensioen bij elkaar sparen in de vorm van een lijfrente. Wat betekent dat? Dat betekent dat de inleg die je doet, die trek je af van de Belastingdienst. Dus de Belastingdienst die betaalt mee in je potje. Dat doet de Belastingdienst met alle liefde, want ze schrijven je naam op, kruis je erachter. En als die polis of die pot tot uitkering komt, dan moet je daar maandelijkse uitkeringen voor aankopen. En daar betaal je dan weer belasting over. Nou, de truc van het hele verhaal is natuurlijk dat als je ondernemer bent, je hebt een goed jaar en je zit in de hoogste belastingtarief, dan trek je dat af tegen het hoge belastingtarief. Je maakt wat rendement op je beleggingen en op leeftijd AOW laat je het uitkeren. En dan laat je het zo uitkeren dat je er wat minder belasting over betaalt. Ja. En de minimale periode waarin je het moet laten uitkeren is 5 jaar. Dus dat is het woordje tijdelijk. Je mag zelf bepalen hoe lang. 5 jaar, 6 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10, 11, 12, 13. Ook nog langer. Maar een uitkering die tussen de 5 en 20 jaar loopt, dat noemen we een tijdelijke oude dagslijfrente. Okay. Daarnaast is er de levenslange oude dagslijfrente. Levenslang zou zeggen dat je dat alleen bij een verzekeraar zou kunnen doen. Maar tegenwoordig kan dat ook bij een bank. Alleen een bank heeft niet een echte levenslange uitkering. En daarom hebben we afgesproken dat dat 20 jaar is. En wat nu het plan is, is dat de regering zegt, wij gaan lijfrente eigenlijk hetzelfde zien als pensioen. Dat is echt voor later, voor de rest van je leven. En straks mag je dan eigenlijk je lijfrente alleen over 20 jaar laten uitkeren. Nou, dat is een mooi verhaal. Maar daar gaat mijn planning volledig te mist in. Want ik zit helemaal niet te wachten op mijn 80ste op het geld. Ik wil naast mijn AOW en andere potjes die ik heb, van mijn 68ste tot mijn 72ste, of het 73ste een extra potje, of van mijn 67ste tot mijn 77ste. Dat zijn de jaren dat ik nog met mevrouw in de caravan op pad wil. Hè? Dat is natuurlijk bij wijze van spreken het. En wat heb ik aan een uitkering als ik 93 ben? En wat blijft er over van de gemiddelde Nederlander heeft zo'n 50.000 euro in zo'n lijfrentepot. Nou, als ik dat in 10 jaar laat uitkeren of in 5 jaar, dan heb ik een hartstikke leuke aanvulling. Als ik dat in 20 of in 30 jaar laat uitkeren, dan blijft er gewoon niks over. Maar, dus het is gewoon gek. Maar stel even, ik heb zo'n lijfrente. Ik heb er toevallig ook inderdaad eentje. Heb ik ook inderdaad gezegd, geloof ik, 15 jaar of zo uitbetalen of 10, weet ik het. Ja. En dan, want ik denk dat ik helemaal geen 80 word of 85. Nee, maar ik wil er zelf over beslissen. Ik wil ook zelf. Het is ook je eigen geld, feitelijk natuurlijk. Ja. Maar wat gebeurt er nou ook alweer met dat geld als je dus inderdaad, je bent met pensioen, 67 jaar. Dat begint met uitbetalen en na 5 jaar kom je te overlijden. En de overheid heeft nou helemaal gezegd, ja, je moet het over 20 jaar. Die 15 jaar, je hebt geen partner, dat gaat dan naar de staat? Nee, dat is bij een echte pensioenverzekering zo. Maar dat geldt ook bij een ambtenaar met zijn ABP-pensioen. Als hij er niet meer is en zijn vrouw is er niet, dan gaat het inderdaad terug naar het ABP-pensioenfonds. Bij een lijfrente in een verzekering verdween het in de zak van de verzekeraar. Dus vandaar dat dat product ook niet zo populair meer is. Maar bij banksparen gaat dat altijd naar je erfgenamen. Maar dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke fijn. Maar nogmaals, precies wat jij zegt. Jij zit helemaal niet te wachten op een uitkering tot je 80ste. Je wil bijvoorbeeld van 67 tot 75 wat extra hebben. Want dan ben je nog jong en vrolijk. Hè? Dan ga je er nog op uit. Dan maak je nog wereldreizen. En overigens, wat je ook wil, het is jouw geld. Je bent er nu vanuit gegaan dat je dat op die manier kon gaan gebruiken. En wat we zien, hè, is dat ze dan een nieuw plan gaan maken. Heel vaak is er dan een soort overgangsrecht. Hè, dat je nog wel, wat jij tot nu toe gespaard hebt, mag je dan nog wel in 5 jaar laten uitkeren, maar het potje daarna niet meer. Nou, we hebben dat ook gezien met overbruggingslijfrentes. Dan moeten mensen hun pot geld in allerlei potjes opknippen. Niemand snapt het meer. De potjes zijn te klein om te doen wat je ermee wil. Ik ben er heel simpel in.
Nu heb ik lijfrentes afgesloten. Mijn idee was dat in 5 of in 8 jaar te laten uitkeren. Laat dat gewoon zoals het is. Waarom moet ik daar een levenslange uitkering vragen? Maar Jeroen, waarom verandert dit kabinet of de overheid altijd die spelregels van al die potjes en regelingen? Want zo kun je toch nooit Nou, stemmen. Dan denk je van, ik heb de goede partij gekozen. Die zitten daar niet aan. En dan in één keer tijdens de regeringsperiode, dan wordt het toch weer veranderd. Ja, maar goed, zo kun je natuurlijk helemaal geen toekomst opbouwen. Nee, dat is ook zo. Je kan geen plan maken. Ik ben financieel planner en ik zeg altijd tegen mijn klanten, de plan die ik maak, die kun je over 1 jaar of 5 gewoon weggooien. Want dan heeft Den Haag weer aan de knoppen gezeten en alles is anders. Je leven is anders, je eigen plannen zijn anders. Maar het belangrijkste is, elke keer worden die plannen veranderd. Dus ja, maar dat kan tijdens het spel, mag dat? Zou dat toch niet moeten mogen? Nee, maar het gebeurt wel, Marco. Ja, ik hou mijn hart al vast voor Prinsjesdag zometeen, hoor. Wat daar bekendgemaakt gaat worden. Ja, kijk, en dit soort kleine dingetjes. Kijk, we hebben natuurlijk met z'n allen wel een beeld van, ben ik voor of ben ik tegen kernenergie? En dat voor de ene is dat heel belangrijk en de ander die stapt daar overheen. Maar dat geldt hier ook voor. Alleen de kerncentrale, die wordt wel meegenomen in het verkiezingsprogramma. Maar zo'n lijfrente, als ze dit echt door gaan voeren, dan is dat echt voor honderdduizenden mensen is dat echt een enorme beperking in hun financiële mogelijkheden. Dus ik ga ook wel mijn best doen om dat bij de Tweede Kamer en dergelijke dus eventjes in beeld te krijgen. En ik hoop ook dat het gebeurt. Misschien loopt het niet zo vaart, maar het staat gewoon weer ergens in de kleine lettertjes, jongens. We hebben het vaker gezien, ook met overbruggingslijfrente. Dus de lijfrente die je mocht laten uitkeren om van 60 tot 65 te kunnen stoppen met werken. Op een gegeven moment is het gewoon afgeschaft. 3 keer knipperen en je let niet op en het is weg. Volgens de Rabobank gaan de huizenprijzen nog meer stijgen. 8% voor 2021. Ja, mensen die van plan zijn toevallig dit jaar een huis te verkopen. Ja, dat is natuurlijk heel positief voor. Ik ben er één van. Maar ja, als je een huis wil kopen of je eerste huis wil kopen, ja, krijg dan nog maar eens een keer een hypotheek, Jeroen. Het wordt voor die starters helemaal onbereikbaar. Onbereikbaar, ja. Ongelooflijk. Ja, nou ja, kijk precies. Hè. Ten eerste moet je inkomen voldoende zijn om die hypotheek te krijgen. Maar zelfs als je bij wijze van spreken 100.000 euro meer zou kunnen lenen. Laten we zeggen dat je 600.000 euro kan lenen. Maar je zegt tegen elkaar, ja, dat willen we niet. We willen een huis kopen van rond de 4 ton. Hè, want dan zijn onze maandlasten nog leuk en noem maar op. Ook, je ziet er maar eens tussen te komen. Want dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Ik zit natuurlijk regelmatig op Funda, hè, vanuit mijn werk en vanuit gewoon interesse inderdaad. Ergens hangt er bij mij ook nog een NVM makelaarsdiploma in de kast, dus ik heb daar denk ik wat meer mee dan de meeste mensen. Maar dan zit je zo te kijken en dan zit je zelf ook wel eens te dromen, hè, van stel dat ik een ander huis wil kopen. Ik kan je verklappen, ik kan niks vinden. Ik heb even gekeken voor Lelystad, hè, want we hebben tenslotte over de provincie Flevoland. Lelystad. Tussen de 300.000 en 500.000 euro. Hè? Dat is zeg maar de markt waar de meeste transacties plaatsvinden. Ja, de meeste mensen willen een huis tussen de 300.000 en 500.000 euro. Ja. Hebben jullie enig idee hoeveel huizen op Funda staan? In Lelystad, in die prijskategorie. Lelystad heeft 80.000 inwoners een beetje. Dus dat betekent, nou, laten we zeggen 3.000 huizen. Ja, ja, maar op Funda te koop. Hè? Dus, ja, dat wil niet zeggen dat ze ook nog beschikbaar zijn. Nee, precies. Dus op Funda staan op dit moment tussen de 300.000 en 500.000 in de gemeente Lelystad, of in de stad Lelystad, 75 huizen. Nou, dat is leuk. Dan zou je zeggen, kan het 75 huizen kiezen. Als je goed gaat kijken, zitten bij 50 van die huizen een geel stickertje. Onder bod, voorbehoud, verkocht. Ja. Ja. Dat betekent dus dat er echt heel weinig woningen te koop zijn. Je praat dus gewoon over 25 woningen voor een stad met 80.000 inwoners. Ja. En meer, hè? Ja. Tussen de 300.000 en 500.000 euro, dan zie je op Funda 15 bladzijden. Dus 15 keer op volgende. Op elke bladzijde staan 15 woningen, dus dat zijn 225 woningen. Maar vanaf bladzij 4 overal het gele stickertje. Dus per saldo in Almere, op een stad van 215.000 inwoners, zijn er 50 woningen te kopen. Ja, je kan natuurlijk op Funda wel het dingetje aanvinken van beschikbaar. Hè? Dan laat hij al die onderbod onder optie woningen niet zien. Dus dat geeft een iets beter beeld. Maar dan nog wordt het lijstje lekker kort. Ja, dat ook. En dan nog is het soms zo dat er allemaal is uitgebracht. Ja. Precies, want dan weet je niet eens of en dan kom je er niet meer tussen. Want dat zien wij gebeuren inderdaad. Hè. Mensen hebben er gewoon moeite mee om ertussen te komen. Je moet echt overbieden. En ik wil het even hebben over de risico's daarvan. Want kijk, een makelaar zet een huis.
eigenlijk altijd in een bepaalde prijsklasse te koop. Je zal hem nooit op 501 zetten, want dan mis je de kopers die zoeken tot 500. Dus dan zet je hem op 450. Maar je weet van tevoren dat hij meer waard is. Of dat er meer op geboden wordt. Ja. Dus je probeert de groep bieders zo groot mogelijk te krijgen als makelaar. Ja. En makelaars, met alle respect, doen er op dit moment niet heel veel voor. Je zou zeggen, ze verdienen ze makkelijk. Maar er zijn ook echt weinig huizen te kopen. Hè? Dus dat is wel een beetje een nadeel voor de jongens. Het is een kwestie van op Funda zetten, bij de telefoon gaan zitten, na 15 telefoontjes zeggen, stop, we houden mee op, u bent te laat. Ja. En dan zeggen, u mag uw envelopje door de brievenbus gooien. En dat is het ongeveer. Gaat het zo makkelijk, ja? Ja. Geldt dat voor heel Nederland dan? In sommige plaatsen wel. Ja, oké, sommige plaatsen. Nou, dat begint langzamer zeker te komen. En zeker bij de courante woningen, hè, de 3 slaapkamers tussen 3 en 5 ton met een tuin en noem maar op. Maar hoe kom je daar nou tussen? Want het is natuurlijk leuk. Kijk, als je je eigen huis voor veel geld verkocht hebt, is het leuk om te overbieden. Mm. Maar je moet wel de hypotheek nog zien te regelen. En daar komt gewoon best veel bij kijken. Als jij gewoon fors meer betaalt voor een woning dan dat die volgens de taxateur waard is, moet je gewoon veel meer eigen geld inleggen. En daar gaan mensen echt de mist mee in. Ja. We zien dat klanten steeds meer gebruik maken van kopen zonder voorbehoud van financiering. He, want laten we eerlijk zijn, ik wil jouw huis kopen en ik bied 400.000 euro met voorbehoud van financiering. En iemand anders die biedt 399, dus 1000 euro minder. Maar die zegt, kijk hier, kijk maar in mijn portemonnee, zie je de briefjes zitten, je kan het zo krijgen. Dan zeg je waarschijnlijk van nou, 1000 euro minder, maar ik heb meteen zekerheid. En als die het niet koopt, heb ik 10% boete en die cent heeft die ook. He, dus je ziet dat mensen steeds vaker met dat voorbehoud van financiering weglaten. Ja, dat is rete gevaarlijk. Ja. Tenzij je gewoon even je huiswerk gedaan hebt. En niet alleen op internet een keer je inkomen hebt ingevuld op een maximale hypotheekberekening. Maar dat je echt zegt van, goh Jeroen, hier heb je mijn stukken. Mijn werkgeversverklaring, mijn salarisstrook. Ik ben naar het BKR gegaan. Hè. Ik kan op de website van BKR zien of ik een lening heb. Hier heb je alles. Wil je het eens echt doorrekenen? En dan kunnen wij als hypotheekadviseurs met redelijke zekerheid zeggen, nou, als er verder niks aan de hand is, dan zou dit moeten kunnen. Ik geef geen garantie, want de bank is degene die uiteindelijk echt een bindende offerte uitbrengt. Maar ik zie bij jou geen beer op de weg. En dan kan je met die brief, wij noemen dat, dit komt concreet tegen als hypotheekbelofte of hypotheekverklaring. Hè, maar met zo'n hypotheekverklaring kan je in ieder geval aan de makelaar laten zien van, joh, ik koop gewoon met voorbehoud voor financiering, want ik heb gewoon nooit 100% zekerheid, maar ik ben wel goed voor mijn geld. En dan sta je als koper wel weer wat beter. Ja, goed. Dat zijn mooie tips. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Wij in ieder geval wel. Dankjewel Jeroen Wolsen van Moneywise en heel graag tot volgende maand weer.